Helemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een voorspelling video voor 2024. Dus nu juli 2023 mochten jullie, nou ja, ik neem aan dat het wel duidelijk is. Maar ik ga dus voor 2024 voorspellen. En dan ga ik in 2024 in juli, als ik het niet vergeet, erop terugkomen. Dat gaan we doen. Ik heb 4 dingetjes die ik voor mezelf ga voorspellen. En dan ga ik het dan een beetje toelichten. Ik heb het opgeschreven, want anders ga ik het niet onthouden. Nummer 1 is, ik heb een relatie. Dat hoop ik echt. Nou ja, het is niet dat ik lonely ben of zo. Nou ja, wel een beetje. Ik ben nu al bijna, laten we zeggen, 4 jaar single. Ja, zomer, in de zomervakantie 4 jaar single. Dus ja, het mag wel weer een keer. Ik heb iemand op het oog. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wat het geslacht is. Ik ga niet zeggen hoe diegene heet. Ik ga niet zeggen hoe waar ik diegene van ken. Maar ik heb wel iemand op het oog. En ik hoop dat het iets wordt. Maar wie weet. Dus ik hoop dat ik volgend jaar jullie 2024 een relatie heb. Of in ieder geval een relatie heb gehad. Zodat ik dat kan bevestigen. Maar dat hoop ik dus echt. Nummer 2. Ik ben begonnen met iets nieuws. Dus het kan een nieuwe hobby zijn. Een nieuwe sport. Nou, ik denk niet dat ik ooit... Ja, ik weet niet of ik voorlopig weg... Of een nieuw dieet. Of... een nieuw muziekinstrument, gewoon iets nieuws. Of dat ik eindelijk ga beginnen met mijn rijles. Ik had gezegd dat ik dat zou doen. Maar mijn moeder zegt, ja, als je toch zo angstig bent, waarom zou je dan mee beginnen? Maar ergens moet het wel een keer. Dus ik hoop dat ik volgend jaar in ieder geval ben iets begonnen met iets nieuws. Of is het een nieuwe hobby, een nieuw... Iets nieuws. Gewoon iets... Al is het inderdaad een rijles, of een nieuw hobby, of een nieuwe sport, of... Ja, een nieuw boek is wel erg simpel, want daar begin ik in principe altijd wel mee. Of een nieuwe, of een tattoo, of gewoon, of een piercing, of een andere haarkleur, dat denk ik niet. Een andere haarstijl, of gewoon iets nieuws. Nou, zoals een nieuw boek, of een nieuwe serie, of vind ik wel een beetje erg makkelijk. Maar gewoon, waar je aan kan merken dat ik iets nieuws heb ontdekt, of dat. Nummer 3. Ik houd een stukje meer van mezelf. Dat ik ook gewoon blij kan zijn met de kleine dingen van mezelf. Bijvoorbeeld eigenschappen. Ik ben heel angstig en dat haat ik altijd heel erg aan mezelf. Maar aan de ene kant is het ook wel iets moois. Want ik ben niet iemand die snel dingen doet zonder actie. Zeg maar, ik moet altijd eerst alles overdenken. En dat is wel een bepaalde angst of zo. Sommige angst heb ik sowieso al. Maar sommige dingen zijn... Het kan ook best mooi zijn. Want je hebt toch een hele andere kijk op de wereld. En dat is... Ja, daar moet ik soms blij mee zijn. Of gewoon überhaupt... Als ik naar mezelf kijk, denk ik soms... Nou, Jezus, weet je. En daar moet ik gewoon leren leven. Kijk, het is echt niet zo dat ik healthy life... Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar soms denk ik wel van... Oh, hè? Dan zie ik allemaal van die slanke dames. Of nou, in ieder geval een curvy dame die heel erg trots is op wat ze heeft. Dan denk ik, ja. Het is niet dat ik niet trots ben op wat ik heb. Want ik mag ook best wel blij zijn dat ik curvy ben. Maar soms denk ik, ja. Hè, een beetje slanker. Had ook wel een keer leuk geweest. En dat moet ik wel een beetje leren om dat los te laten. Of ik moet er iets aan doen. Dat is 1 van de 2. Ik kan niet elke keer, oh, ik wil slanker zijn, maar ik wil er niks aan doen. Dat is of je doet er iets aan, of je leert er mijn leven. En dat moet ik een beetje volgend... Ik hoop dat ik er volgend jaar iets beter in sta. Dat ik ook gewoon blij kan zijn met kleine dingetjes. Dat is gewoon... Ik heb soms het idee dat ik ook gewoon in het überhaupt... Dat de kleine dingetjes soms niet altijd kan waarderen. Of dat ik dat te weinig waardeer. Het is echt niet zo dat ik nooit kleine dingetjes waardeer. Maar het is vaak dat ik grote dingen wel altijd heel erg waardeer. En de kleine dingetjes niet. Dus ja. En de laatste is nummer 4. Ik doe iets wat ik echt voor mezelf... Wat echt voor mezelf is. Of dat nou... Inderdaad een tattoo is. Of een hobby. Of iets wat waar ik echt gelukkig van word. Dat wil ik gewoon graag gedaan hebben. Volgend jaar. Dat ik gewoon echt iets heb. Of iets heb gedaan. Of dat echt voor mij is. En dat ik niet... Je mag dan van, oh, maar wat vindt een ander daarvan? Nee, ik doe het dan echt voor mezelf. En dan moet ik wel iets bedenken nog. Maar dat is, ik heb nog een jaar de tijd. Dus ja, dat. Dat is de voorspellingsvideo van voor 2024. Laat weten wat jullie voorspellingen wel eens hebben gedaan voor jezelf. Of ja, en anders laat weten wat jullie graag willen bereiken. Ja, het is meer ook wat wil je bereikt hebben voor ons jaar. Nou ja, het is meer een voorspelling van oké.
ik hoop dat. Maar dat is meer, nou ja, voorspelling is ook van, nou ja, het gaat gewoon zo zijn. En ik weet dat de bankjes het ook wel eens doen, want dan voorspellen ze van, oké, okay, ze hebben een keer voorspeld, oké, okay, we zijn allemaal niet gevaccineerd. En dan komen ze later een jaar op terug, oh ja, we zijn allemaal wel gevaccineerd. Dat soort dingen vooral. Dus ja, dat was deze video weer. Doeg!